Goeiedag drukkers, daar zijn we weer. Vandaag bekijken we eventjes de Veda Standalone Iveco. Met het mooie interieurtje erin. Nee, je kan hem zelf redelijk aanpassen of opbouwen, nog zoals je zelf wil. Er valt een heleboel aan te doen. Verschillende lights, oranje ook geloof ik. Licht oranje. Booskijkertje is erop. Hij is al redelijk af. Je kan er zelf nog wat andere dingetjes op doen, wat andere lampjes of wat dan ook. De velgjes nog even aanpassen. Mooie velgjes eronder. Wat zwaailampjes erbij zetten. Net wat je zelf wil. Nou, gaan we ook nog eens even kijken naar de trailer, de Carsborg. Redelijk simpel. Je kan er eigenlijk niet veel mee. Eigenlijk niet veel aanpassen. Reflectortje erop, ja of nee. Slotjes voor een paar lampjes.
voor de rest, ja, simpel maar strak. Anouk's container trailer, die ziet hij ook gewoon. Dus die vrachten, die containers, die komen er ook gewoon op. Dus dat is al mooi. Dan heb je in ieder geval een mooie containermod voor de trailer. Alleen het jammer van de trailer is, je kan de voorste twee assen wel optillen, maar de voorste stuurt niet mee. Dus ja, als die voorste niet meestuurt natuurlijk, dan schraapt die aardig over het asfalt heen. Tenminste, in het echt sowieso. In het spel valt het mee, maar... Dus dat is dan al wel een... dingetje dat wel verbeterd zou kunnen worden, denk ik, dat hij mee kan sturen. Maar dit was hem voor vandaag, eventjes kort. En, dan zeg ik tot de volgende.